Maar hey, dat is de goede einde. We willen de slechte einde hebben. I know, right? You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. So, there's more to you than just looking like him. What are you anyway? Sorry, ik kon het niet horen. Er zit muziek in mijn oren. Wat zei? Sanic de Hedgehog? Shadow is gewoon aan het rondrennen met zijn Bluetooth schoenen. Bluetooth speaker schoenen. Bluetooth schoenen? Man, deze schoenen zijn fucking awesome. Ze hebben speakers en alles. Bij deze Shadow zou nooit in vliegen, ooit. Ook al kun je dat totaal doen in het begin van het spel. Die ben je natuurlijk niet te exploderen. In van Shadow, de Shadow gevecht is een beetje hetzelfde, maar dan met meteorieten. Waarom meteorieten helemaal moeilijker te maken, zeg maar? I guess. Ze exporteren het toch voordat je... Het laat zien dat Shadow's psyche... Like explosief is, vol met ballen. Oké, shut up, Sonic Die Hard. Het is deep end, ik zweer het je. Er is eigenlijk één moment wanneer ik die homing attacks doe, waar ik volgens daarachteren ga zonder te werken. Dat is een fucking homing attack, dat is het gekste ding in het spel. Dat toch wanneer hij gewoon vooruit is en je doet de homing attack. Het ziet er zo fucking dom uit. Kijk, hier bijvoorbeeld denk ik van, oh wacht, nee, ik ga verkeerd. Oh. En dan gebruikt die Sonic Mint om te zeggen, je gaat de verkeerde kant op, dipshit. Oh fuck. Oeps. Oh. Maar nee, Sonic zou nooit vallen. Oeps. I'm the ultimate, zegt Sonic. I am the ultimate. Oh. I'll use your chaos control! Zie je? Dat is hoe je het hoort te doen. Hij zit voor je, hij zit tussenin wat ringen. En je bent gebruikt de speed, hij is light speed dash. Oh shit. Oh, dat is deze fucking gevecht. Ik wil gewoon de Star Wars muziek erbij doen. Like dit, ja, kom op, je bent erbij. Gevechten is wel cool. Top 10 anime gevechten. Ja, I told you, I'm the ultimate. Ze hebben nooit opgehouden. Hij mist eigenlijk de heel simpel vallen en de abyss is like, oh fuck, shit, oeps. Oh shit. Is in de ruimte nou. Ah, shit, brug op het punt. Zat hij aan zijn kont te krabben toen het al die klaar was, like, oh. Oh, ik had zo'n erge itch al voor een lange tijd, maar. Eigenlijk, dit is eindelijk een beetje de canon einde, aangezien wat er gebeurt. Precies, zo Sonic stopte wel de kanon. En ik ben dit de volgende. Ja? Nou, we gaan niet terug praten over het spel, want we hebben nog een credit scène later. Oh, we hebben nog twee parties. Hè. Dus, hoeveel credits is er? Best wel wat. Dus Dennis, heb je wat leuks te vertellen? Nee, ik heb nog niks meer leuks te vertellen. Alles wat ik kan zeggen is dat een van mijn collega's een liegenaar is. Een degenaar aan het liegen is? Een liegenaar. Een liegenaar? Ja. Geen leugenaar, maar liegenaar? Een liegenaar, ja.
Wat betekent dat? Een liegenaar. Wat de fuck? Is. Dat is een leugenaar. Een liegenaar. Waarom liegenaar? Dat is leugenaar. I don't know. Nee, ik zweer, een of andere persoon zei... Sommige mensen zeggen dat gewoon expres en ik weet niet waarom. Maar volgens mij hebben ze dat idee van dat sommige mensen denken van ja... Ze weten niet goed Nederlands, ze zeggen gewoon liegenaar in plaats van leugenaar. En het zit dus zeg maar vast met sommige mensen, dus ze zeggen dat altijd expres. What the fuck? Liegenaar. Ik denk dat team is wel leuk, Tel. Dat ik heb niet zo zeggen. Ik heb soms wel eens dat fucking moment waarbij ik weer terug ga luisteren naar like Coolest Revenges like, soundtrack. Coolest Revenges soundtrack? Ja, yeah, Cooler Revenges. Coolest Revenges. Revenges, ja, dat fucking movies Engelse dub is een van de beste fucking rockmuziek ooit. Ja, ik ben het mee eens. Vooral van die team wanneer Piccolo kwam. Welke was dat nou? Kan je de lyrics weer zeggen? I don't want to be the one to push you down and pull you up. Wat was het ook volgens mij? Was het iets met Drowning Pool? Nee, nee, het was van dezelfde. Het was van Drowning Pool. Ja, ik moet hier ergens zitten. Maar wow, dat is een geweldig lied, ja. Hey, hier is die. Falling Down, daar gaan we, ja, dat is het. Ja. Breaking Point Falling Down. Ja, Breaking Point. Wat? Breaking Point Falling Down? Juist. Ah. Oh, de andere twee die ik geweldig vind is... Weet je wat het ene van de gekste dingen is? Dat The Disturbed, weet je wel? Ja. Die is een fucking veel... Die bestaat al veel fucking langer en doet nog steeds liedjes. Ja. Het was dezelfde mensen die ding deden. Wat is dat? She's insane, she will run. That little bitch he told another lie! And now she'll never tell another a lie! Never fucking lie to me! There's ook wel fucking goede liedjes hierin. Ja. Revelations was ook een goede van American Pearl. Dat was wanneer die pool aan het opblazen is, zeg maar. Met zijn eigen bal. Mijn vriend was ook degene met de Phoenix, volgens mij. Was dat de credits, volgens mij? Misschien wel, ja. Eén van wat ik mis, though. Dat is één muziek dat ik nog niet kan vinden van de movies. En het is like... Ik weet niet van welke het komt. Maar het is like, is de tekst met... Please don't hurt me, cause I'm smarter than you. Show me your back, I'll shoot it for you. I'll shoot it. Show me your back, I'll shoot it for you. Wanneer spotte die al? Ik heb geen idee. De enige keer dat ik me vond erin was in de fanfiction. Maar ik weet zeker dat het van een trackable muziek kwam, want het is dezelfde soort muziek, weet je wel, van de films. Ja. Yeah. Ik zou denken dat het van Broly kwam, maar het lijkt me niet. Ik kan het niet vinden. Nee, het kan ook iets van dingen zijn. Als ik één ding zeg over de dub van de films, is dat fucking rockmuziek het beste gedeeld is. Van Cooler en Broly. Ja, dat is het. De rockmuziek fucking werkt. Het past gewoon zo goed bij Dragon Ball Seasons. Ja, maar mijn favoriet liedje is vooral wanneer like, Goku wordt fucking afgeslacht door like, Cooler's laatste vorm. Oh, en dan speelt die fucking lied af. Maar weet je wat, wanneer ik daarop terug luisterde, holy shit, de lyrics kunnen soms cringy zijn. Ja? Shut up! Oké, rustig aan, jeez. I know, right? Jeez. That little... Mijn volgende is nog steeds like, show me your back, I'll shoot it for you. Fine. Wat zou ik het doen? Maar dat, ik heb het niet echt meer gedaan. Ik heb de Red Eyes tag voor elkaar uiteindelijk gemaakt. En GX, of course. Tag Force 3. Oh. Werkt die goed voor jou? Like, win je? Ik win. De ding is, ik moet ik kan een moeilijke begin hebben soms. Ah. Maar ik heb gezien, like, holy shit, ik kan veel fucking monsters summonen van straf en maar van de hand. De meer je over Yu-Gi-Oh praat, de meer ik wil wat meer Yu-Gi-Oh wil spelen. Maar ik moet een goede tijd vinden ervoor. Ga gewoon Tag Force 6 spelen, dat was je favoriet toch? Ik was ermee bezig, ja.
Ah, gewoon dat weer spelen waar ik de tijd heb. Ik moet het even streamen gewoon. Like Tech for 6 streamen. Maar gewoon, en mijn favoriete monsterkaart is letterlijk op dit punt gewoon. Ik hou van deze trailers though, deze trailers zijn cool. Net als Shut Up dan. Sealed in the space colony park, the 7 Chaos Emerald. When all of the keys have been collected, world conquest will be. This is for the hero story, toch? Ja. En wanneer de evil story, dat krijg je andere. Long live the Eggman Empire. The military. Ik hou van de einde wat ze hier zeggen though bij deze trailer. Nee, dit is de hero story. Nee, dit is de Darkseid trailer die Darkseid. Ja, best wel stil. Terrorist activities. Sonic the Hedgehog was arrested. The adventure for truth leads to the incidents that shock the entire world. The story takes our hero Sonic from the Earth and into outer space. Sonic Adventure 2, Hero Side Story. Farewell, Sonic. Forever. Zo'n beetje. In ieder geval, er zijn nog een paar dingen wat we moeten doen. Maar er is nog één trailer dat we nog moeten zien als we alle twee de stories afmaken. Right. Ik hou wel van deze Kingdom van de Hearts. Weet je wat, ik moet wel denken aan Kingdom Hearts als ik dit zie. Maar stel van deze trailer vind ik eigenlijk wel leuk. Ik weet niet waarom. Sonic Adventure 2. Last episode. Wishes are eternal. Oké. Dat klinkt als een Pokémon subtitle. Pokémon Movie 15, Wishes are Eternal. Nee, was dat met die Jirachi film? Dat was niet de naam van de Jirachi film, maar dat kan net zo goed de naam van de Jirachi film zijn. In ieder geval, je gaat hier naar beneden. En wees zo snel mogelijk, anders ga je verdrinken. Ironisch genoeg. Oh, de kamer verneukt mij. Oh. Oké, ben jij beneden? Ja, oké, goed, oké. Dit is voor die air necklace die je dan hebt voor de laatste episode. En ironisch genoeg ga je heel dichtbij verdrinken als je niet uitkijkt. Oké, je bent 5, 4, 3, 2, oh. Oef. Dit is alleen maar bedoeld zodat je het makkelijker tijd hebt met de last story, want wat ik heb gezien, dat is brutal. Ik heb het gedaan zonder necklace. Het was niet leuk. Nee, het had air bubbles, maar het is fucking hard, van wat ik heb begrepen. Maar dan zou ik zeggen dat de Darkseid story einde meer logisch is, want kijk naar dit. Het is precies nadat Eggman de Kids zo meteen heeft gedaan. Nee, ik denk dat beide dingen gewoon gebeuren natuurlijk. Sonic blaast de kanon op en ondertussen deed Eggman dit. Een beetje. Dus als je beide eindes combineert, heb jij dat nog steeds een goede einde. Wel, lijkt een goed einde. We gaan even met Sheldon Edge, maar geen enkel van de eindes ergens op slaat. Exactly. Approaching the Earth at an incredible velocity. It probably will impact Earth. What's that on the screen? Okay, dus hier komt een beetje het domste gedeelte van de plot in dit spel. This is a death sentence for everyone. Hoe heeft hij dit opgenomen? If my calculations are correct. Hoe heeft hij de dit? De monster! In 27 minutes and 53 seconds. Dat zijn de geitenneukers. Zoals ik ben. Hoe heeft hij dit geïnstalleerd? Want hij heeft het geïnstalleerd als wraak voor Maria. Maar hoe? Lijkt, heeft hij gehoord dat Maria dood is gegaan voordat hij in gevangenschap werd gebracht? Hoe heeft hij dit geïnstalleerd? Wanneer is het de fucking Ark aan het reden zijn? Ja, hoe heeft hij dat gedaan? Het ziet eruit dat hij ook opgepakt is en geketend is. Zo. Hoe? Ja. En ze hebben dit opgenomen. Hij heeft het opgenomen, maar ze hebben nooit gedacht van, weet je wat, misschien moeten we dan de Ark gewoon vernietigen voordat dat gebeurt. Fuck is met this, met deze mensen? Oké, I don't believe you. Professor Gerald Robotnik.
one of the greatest scientific minds in the world, and my grandfather. What? I knew you were behind all this. Stop it right now, or else... I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you? You're still alive. Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be. Grappig genoeg heeft hij geen ongelijk. This is my grandfather's diary. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military dogs landed on the colony that day. They were sent to destroy. Nee, want kanker is eigenlijk een ding dat de echte virus vernietigt, genaamd de X-Parasites. My granddaughter Maria, I hope you are all safe. Eigenlijk, als je de pijl kalf slaat, dan komt er een nog slechtere god naar voren. Oké, I believe you. Oké, I believe you. Ik geloof je beter dan fucking guns al geven. Zij gaan je opstarten en niet eens iets doen daartegen. Maar zit jij niet in de gevangenis? Exactly. Oké, en waarom werd Maria neergeschoten, maar niet Eggman, maar niet hij? Degene die erachter zat. Want het moet dark and edgy zijn. Oh no, not a little girl. My dad was killed by a little girl. Ja, ik denk... Ze moesten hier meer over na gaan denken. Het was de anti-lollipon, I guess. Zie je, ze zijn net zo slecht. Dit laatste plot, met moesten ze echt meer over gaan nadenken. Ja. Want weet je het verhaal? Het zijn weer nitpicks, de slechte momenten om eerlijk te zijn. Voor het meeste gedeelte. Lijkt ze niet zo erg. Het is gewoon een leuk avontuur, zo'n beetje. Dit punt is gewoon dom. Het is like, hoe deed hij dit? Dus zeg, als je de idee kan bedenken van deze man, is ontsnapt van gevangenis. Heeft de space shuttle gepakt. Van de piramide. En Maria ging dood door een ongeluk. Niet omdat iemand hem neerschoot, omdat hij dacht van, weet je wat, deze kleine meisjes zijn. Nee, Maria ging nog steeds dood door iemand die hem neerschoot, maar het is niet door gun of zo. Door een of andere crimineel die niet werd opgepakt, zeg maar. Niet werd ingepakt. Hoe kwam die crimineel op de ark? Wie is die crimineel? Dat is een hele andere karakter dat je erbij doet. Ik ga een hele andere karakter erbij doen. Eén ziet de pandaman. Het is fucking pandaman. God damn it. Makes sense all along. That's it. There is a way to stop the energy. We have to use your emerald. You're the one that told me that the master emerald. Ah, dus we moeten de master emerald gebruiken. Maar de Knuckles heeft de master emerald op een heel andere plek geplaatst. Ze komt. Het is butler. The reaction of the chaos emerald is moving toward the cannon core. It may be too late. Still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. Ik mis gezicht gehad. Dat is mijn favoriete lijn. Let's get to work!